Goedemorgen, guess who's back? Het is vandaag maandag 11 mei, als ik me niet vergis, de dag na moederdag. Mees is weer voor het eerst naar de crash. Ik heb natuurlijk al ongeveer 2 maanden niet gevlogd, of anderhalve maand of zo. Nou ja, iedereen zit thuis natuurlijk in quarantaine. Ik heb wel wat losse kleine video's opgenomen, maar ja, ik maakte gewoon niet zo heel veel mee. Ik was 24/7 met Mees. Dus ik heb hem ook gewoon de aandacht gegeven die hij nodig heeft. En ja, verder heb ik niet heel veel gedaan. Ik werk sowieso vanuit huis, maar ik heb geen afspraken buiten de deur. Ja, evenementenland staat natuurlijk helemaal stil. Dus ik heb ook geen events of zo waar ik heen moest. Dus ja, een beetje boring. Wat ik wel heb gedaan is geshopt. Volgens mij was vandaag ook voor het eerst de Primark open. Alle BH's zijn gesneuveld, dus ik ging even naar de Primark vanmorgen. Dus ik dacht, laten we beginnen met de shoplogie. Trouwens, alles gaat hartstikke goed met ons. We zijn nog gezond, iedereen om ons heen is nog gezond. En ik ga gewoon weer lekker het vloggen oppakken, omdat ik daar nu gewoon weer tijd voor heb. Het normale leven begint weer een beetje op te komen. Winkels zijn weer open, terrasjes gaan weer open. Nou ja, jullie zullen ook wat nieuws kijken, dus ik ga niet te veel voor aanhoeren. Maar wat ik in quarantaine vooral heb gedaan, is heel veel geshopt. En heel veel geld uitgegeven. Dat doe ik normaal altijd al, maar nu was het wel wat extra. Ik ga jullie middels deze weekvlog ga ik ook even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Maar ik dacht, ik begin eerst even lekker met een Primark shoplogje. Ik ging voor BH's en ik kwam terug met 2 volle tassen. Maar wat ik heb gekocht had ik ook echt nodig. Niet alles. Nou, wat ik in eerste instantie echt nodig had. En ik was al een beetje online aan het kijken. Maar ik vond het overal, alles wat ik leuk vond was 100 euro of duurder. En ik vind het echt een beetje te gek voor op bed. Weet je, Mees die heeft nog wel eens een bloedneusje of... Ja, nee, ik vond het niet waard. Maar toen was ik net in de Primark en toen zag ik dit dekbed overtrek. Het is super mooi met een soort van palmbomen en van die pampasbladeren. En nu lijkt het wel een beetje zo'n vies oud, printje. Maar als je het in het echt ziet, het zijn zulke mooie kleuren. Dus die heb ik gekocht. Het is een luxe. Ik heb hem in een king size, want ik heb king size op mijn bed liggen qua beddengoed. Sustainable cotton en het heeft ook nog een beetje een satijnen, het is niet satijn, want ik vind het vies. Maar het is gewoon echt een mooie rijke stof. En deze was maar 30 euro. Tuurlijk is het wel een uitgave, maar deze kwaliteit vind je niet voor 30 euro. Dus die heb ik even meegenomen, die ga ik zo lekker wassen. Toen zag ik op bed, toen dacht ik van, oh, dan vind ik dit ook wel leuk. Dit zijn hele lekkere fluffy kussens in een beetje lichtroze kleur. Ik heb al van die grote kussens van Ikea met een andere structuur, dus ik dacht, dit is wel echt heel leuk nog. Dan voor op mijn bed en dan kan ik mijn bedje zo mooi opmaken. Daarnaast kocht ik vind deze zo heerlijk, van deze topjes. Ik draag dat gewoon in huis of op een shortje. Gewoon lekker om in te chillen thuis of om in te slapen. Die kocht ik in het zwart en in het wit. Ik had ze vorig jaar al gehaald. Die zijn geloof ik 3,50 euro. Met een klein streepje erin. En ik heb ze in maat medium. Dat is maat 40-42. Daarnaast kocht ik nog even batterijen. Want ik heb deze quarantaine heel veel gebruik gemaakt van Mees elektrische auto. Die heeft een afstandsbediening. En die afstandsbediening gaat na 3 keer rijden is die leeg. Maar ik had van die goedkope batterij van Action en dit was super long lasting. Dus ik ben benieuwd of die afstandsbediening nog wat langer meegaat. Ik heb voor de zekerheid nog even een pakje nagels gehaald. Ik denk voordat de pleuris weer uitbreekt ben ik in ieder geval safe. Deze nagellak vond ik wel mooi voor op mijn tenen. Ik heb nu wit op mijn tenen, maar ik ga nu lekker even, of dadelijk, morgen, straks, whatever, ga ik beige op mijn tenen doen. Ik kocht ook een kort sportshortje. Gewoon super lekkere stof. Hij zag er wel klein uit, dus ik heb een large genomen. Normaal heb ik een medium van de sportbroeken van de Primark. Maar ik vond, ik dacht lekker om hard te lopen, heb ik dat shortje. Ik ben trouwens weer begonnen met hardlopen. Want ik ging op een gegeven moment ging ik op de weegschaal staan in quarantaine. En toen was ik 86,9.
87, was ik nou 87 of 88? In ieder geval, tussen 87 of 88 kilo was ik in de ochtend. Toen was ik zo erg geschrokken. Volgens mij 88, 87, 9. En vorig jaar was ik 81 kilo. Rond de zomer. Dus ik dacht, wow, oké, I have to step up my game. En dat heb ik ook gedaan. Dus nu loop ik 2 keer in de week loop ik hard. En doe ik daarnaast gewoon nog een beetje kracht. Of een beetje oefeningetjes thuis. Maar ik zit nu weer op de... Ik zit nu op de, tussen de 5 en de 86. Maar ik wil eigenlijk gewoon weer terug naar die 81. Maar goed, heel veel mensen zeggen ook van... Je ziet er nu beter uit en doe je zo dun wel. Of dun. Ik ben 1,82 meter. Toen je slanker was, want je gezicht ziet er nu beter uit. Je ziet er gezonder uit. Maar goed, het gaat ook hoe ik me voel. En ik voel mij lekkerder als ik rond de 2,83 lig. Ik kocht nog hele leuke chokertjes. Ik vond die met die muntjes heel erg leuk. Die heb ik laatst ook gezien bij een juwelier. Echt goud voor een paar honderd euro. Maar ik dacht, ik ga even kijken of ik het echt voel. Zeg maar die kleine muntjes. En als dat zo is, dan ga ik misschien wel een echt goud aanschaffen. Doe eens gek, meid. Doe eens gek. Ik heb al niet genoeg uitgegeven deze quarantaine. Oh ja, hier kwam het dus voor. BH's. Ze hadden niet de BH's die ik normaal heb. Maar deze zagen er ook wel chill uit. Ik heb hem alleen een cupje groter genomen omdat ik iets aangekomen ben. En ik vond ze er niet heel groot uitzien. Ik heb 85D. 3 voor 10 euro. En ik vind het ook wel een mooie kleur. Want ik draag tegenwoordig draag ik heel veel nude kleding. Oh ja, ik wilde eigenlijk ook nude strings, maar die hadden ze niet. Toen dacht ik, nou dan neem ik maar zwarte mee. Die heb ik in een medium. 3 voor 7 euro. Die zit dan hartstikke lekker. Hè? En ik kocht nog een short. Ik had in de quarantaine ook een Levi's gekocht op Vinted. Maar dat was toch niks. Dus ik heb nu deze gehaald. Ik vind de kleur heel mooi. Ik hoop dat die op mijn assertje past. En ik heb deze in maat 42. Dus dat was wat ik vanmorgen heb gekocht. Verder heb ik me helemaal ziek gekocht in de Zara. Ik zal het later wel even laten zien, want ik wacht nu even op een berichtje van iemand. Ja, ik heb me helemaal ziek gekocht bij de Zara. Ik heb Dior sneakers gehaald. Ik heb Gucci loafers gehaald, witte Gucci loafers. Die heb ik trouwens elke dag aan, dus nu al de aankoop van het jaar. Die Dior sneakers heb ik wat minder aan. Ik weet niet of het wel of geen goede aankoop was. Ik weet het niet. Ik vind, ja. Trouwens, dit was ook nog even een quarantaine outfitje. Ik had deze blouse van de week bij Zara gekocht. Die was voor de helft van 20 of van 40 voor 20. Echt een mooie kwaliteit en hij loopt een beetje in een puntje. En deze broek had ik toevallig via Vinted. Hey, zo. Het is echt een paar uur later. Ik heb al lekker gedoucht. Make-up hier eraf. Die opnames liepen best wel uit. Dus ja, zo. Staat mijn deur nou open? Ik had dus van het weekend een feestje hier. Nou ja, een feestje, een barbecue op mijn terras. Maar ik zie gewoon dat mijn terrasdeur niet op slot zat. Heel erg. Maar ik kon hem niet openmaken, want hij zat wel aan die hendel. Maar goed, ik ga lekker chillen. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. We hadden gisteravond een heel leuk pakketje binnengekregen. Maar... koepelwakken. Wat wil je? Een koppelrol? Wow, kijk uit hoor. Maar Mees lag al op bed. Dus we hebben hem vanmorgen opengemaakt. En wat heb je gekregen, Mees? Een heel mooi kleed. Van City Play. Kijk dan hoe leuk. Ja, iedereen kent deze kleden wel. Alleen dit is met Rotterdam. Superleuk. Ik zal het even linken in de beschrijving waar je ze kan kopen. En je hebt allemaal van verschillende steden heb je dus een kleed. Markthal, Willemsbrug. Ik wil een koprol maken. Oké, ga jij maar een koprol maken. Maar vind je het een mooi kleed? En een dagbroek. Superleuk. Ik ga hem nu aankleden, want we zijn een beetje laat. Zo jongens, ik heb Mees even naar de crash gebracht. Ik ga nu even een dubbele espresso naar binnen klappen en dan ga ik lekker hardlopen. Ik heb nog niks gegeten, maar ik ga dat even doen op lege maag. Zullen we ook even wegen? Ja, ik heb ook kleren aan. Normaal lig ik altijd naakt. Oh. Jullie vragen je natuurlijk af, wat weegt die meid? Oh mijn god, met kleren aan ben ik gewoon 88,2. Ik moet echt kappen.
Dus ik ga even koffie drinken en hardlopen. Alright guys, ik ben weer terug. Nou, de ader op mijn hoofd is opgezwollen. Dus dat betekent dat ik me goed heb ingespannen. Kijken of ik heb gelopen. Want ik heb niet zo'n app. Ik vind dat vervelend. Dan gaat zo bij elke kilometer zeggen. Zo. Dat vind ik niet fijn. Dus ik net in mijn muziek en dan komt zij er weer doorheen lullen. Even kijken. Ik heb denk ik een half uurtje gelopen. En ik heb 4,2 kilometer gelopen. Nice. Dus ik ga nu even een ontbijtje maken. Het is nu 10:30. Ik heb om 11:30 heb ik een Zoom meeting met mijn collega's. Heb ik werkoverleg. Dus ik ga even lekker een goed ontbijtje voor mezelf maken. Want hoe lekker ziet dit eruit. Oh, ik ga niet te lang praten. Ik ga eten. Ik ben tegelijkertijd aan het werk. Oh, heerlijk. Zo, ik ben uit mijn meeting. Ik denk 2 uur even met mijn collega's gebabbeld over Zoom. Ja, zoals jullie weten werk ik in de evenementenbranche. En ja, ik denk dat wij wel een van de slechts getroffen branches zijn. Omdat natuurlijk vorige week ook uit een persconferentie is gebleken dat grote evenementen vanaf 250 personen pas door mogen gaan als er een vaccin is. En als mensen zijn gevaccineerd tegen corona. Het kan zijn dat het vaccin er over een half jaar is. Maar het kan ook zijn dat het pas over 3 jaar is. Dus we hebben wel gewoon even een heel realistisch gesprek gehad. Van, joh, hoe gaat het verder? Mijn werkgever wil ons heel graag bij elkaar houden. Ik heb hem ook gewoon eerlijk gevraagd van, joh, stel ik krijg een andere opportunity. Hoe zou je daarop reageren? Ja, hij zou dat natuurlijk begrijpen. En ik begrijp hem ook als hij op een gegeven moment zegt van, joh meiden, we kunnen het gewoon niet meer bij elkaar houden. Want er komt nu gewoon niks binnen financieel. En ja, we hebben nog een ander event wat we zonder publiek gaan doen. Dat is wel een openbaar event. Maar wij doen niet zo heel veel publieks-events. Wij doen over het algemeen alleen zakelijke events. Dus dat gesprek hebben we even gevoerd. Ja, ik ben daar gewoon heel realistisch in. En als het niet meer gaat, dan gaat het niet. En dan moet ik ook gewoon op zoek naar iets anders. Ik weet nog niet wat, maar dat is voor nu nog. Weet je, hij zegt, ik kijk het sowieso tot september aan. En dan gaan we kijken. Dus dat is nu het hele verhaal. Dubai, ja. Als we nog overeind staan en als het allemaal gaat, dan wordt dat verplaatst naar volgend jaar. Ik moet alleen kijken hoe ik dat met Mees ga doen qua school. Dus dat is eigenlijk nu een beetje de status wat betreft werk, carrière-wise. Nou, de bel ging. Ik heb ook nog even een pakketje van H&M. Dus dat gaat ook gewoon door, jongens. Ik ga even kijken of dat een leuk... Wat is dit dan? Oh, oké. Ik had niet verwacht dat er streepjes in zaten. Okay. Wat had ik besteld? Nou, dat weet ik zelf allemaal niet meer. Ik had trouwens toevallig ook nog dit vestje. Zo'n leuk winkelvestje had ik van de week nog even bij de Zara gehaald. Die was ook in de sale. Van 30 voor 15. Maar nu ook met het uitzicht, dat denk ik echt van... Ik moet echt even wat minder gaan kopen. Want ik heb, zoals jullie misschien weten, ik heb een auto van de zaak. Stel, ik heb dadelijk dit werk niet meer. Ja, dan zal ik toch ook even mijn eigen autootje moeten gaan aanschaffen. Maar goed, wat had ik besteld? Ik had een heel mooi soort van t-shirtje. Het is een beetje sweaterstof. Dat ik in de maat medium. Nou, die ziet er ook vrij groot uit. Dus die vind ik wel leuk. Een leuk shirtje. Ik had nog even een basic wit shirt gehaald. Oeh, mooie kwaliteit. Love it. Zo, die was maar 7 euro. Echt een lekkere, dikke stretchstof. Ook heel blij mee. Die trui was... Oh, staat er een prijs op, maar ja, was niet duur. En ik had nog een bikini. Ik had van de week ook nog meer bikinis besteld bij H&M. Een lila, een witte en een panterprint badpak. Die waren allemaal super leuk. Die heb ik gehouden. Ik heb ook wat dingen teruggestuurd, maar... dit is het broekje. Ik heb trouwens bij H&M heb ik alles qua badkleding. Bikinis 44 en badpak 42. Want het valt best wel klein bij H&M altijd, de bikinis. En dan heb ik nog deze top erbij. Dus ik ga die even passen. En als het leuk is, laat ik jullie ook nog even zien. Nou, even no shame in the game. Maar deze bikini is niet gemaakt voor mijn lichaam. Als ik hem wat hoger doe, dan komen hier weer wat knapjes uit.
En ja, nee, deze gaat terug. Helaas. Kijk, om jullie even het verschil te laten zien. Dit is die andere bikini van H&M. Die vind ik echt heel leuk. Alleen het broekje is wel heel erg in je kont. Maar het is geen string. En ik moet even dit buikje gaan aanpakken. Dat was een stuk strakker. Dus dit is die andere bikini die ik wel had gehouden. Die was in een andere levering. En dit was ook een andere bikini. Een lila. Vond ik wel echt een hele leuke bikini. Zit ook gewoon weer hier. Ja, beter dan het andere broekje. Kijk, zie je, ik heb wel een beetje cellulitis. Maar ja, goed. Ik ben moeder. Dus dit vond ik wel echt een hele leuke andere bikini. En ik zal nog even snel dat badpak aan doen. Hoe gezellig is dit badpak? Ik vind hem echt heel erg leuk. Deze heb ik dan in een 42. De bikinis heb ik in 44. Maar ja, je hebt gewoon niet altijd zin in een bikini. Dus vandaar dat ik nog even gezellig deze heb gedaan. Ik vind het ook altijd wel leuk als je naar het strand gaat dat je hier gewoon een shortje overheen doet. Zal ik even nog even laten zien. Nou, ik weet niet of we naar het strand kunnen dit jaar. Maar dan is dit toch gewoon hartstikke leuk. Met zo'n dingetje eroverheen. Shortje. Kan je gewoon even lekker een beetje flaneren hoor, meiden. Gezellig. De meid heeft even gedoucht. Ik heb verder niks op mijn gezicht gedaan. Alleen even lipstiftje en mascara. Trouwens, echt een muggenbult hier op mijn gezicht. Maar ik ga dus even onder de zonnebank. Heb ik zin in. Ik heb trouwens ook een nieuwe haarlijn die ik even ga proberen. Ik heb het gewoon zelf gekocht. Het is het merk Water Clouds. Ik heb het masker, de shampoo en een soort van intensieve repair treatment. Want ik ga einde van de maand mijn haar weer voor de laatste keer voorlopig even blonderen. Dus ik dacht, dan heb ik in ieder geval goede producten. Ik ga vanavond dan het masker in mijn haar doen. Dan ga ik ermee slapen. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe mijn haar is. Ik hoorde wel echt hele positieve reacties over. Ik zal even mijn outfit laten zien. Ik heb dat shirtje aan van H&M, wat ik dus net heb binnengekregen. Louis tasje, dat vestje van de Zara. En dan heb ik weer diezelfde broek als gisteren aan. Die had ik maar heel even aan gisteren. En mijn haar nog niet gewassen, omdat ik dus vanavond dat masker in mijn haar ga doen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik ga van zonnebank even boodschappen doen. En dan is het weer tijd om Macy te halen. Zo jongens, het is alweer een paar uurtjes later. Deze lekker thuis. Ik heb net even gedoucht. Ik heb zelf dat masker ingezet van Water Clouds. Het blaadje is bruin. Blaadje is bruin? Ja. En als jij je tandjes niet poetst, worden je tandjes ook bruin, hè? Dus we gaan zo weer tandjes poetsen, hè? Nee. Jawel. Nee. Wil je bruine tanden? In ieder geval, ik heb dus een handdoek een beetje nat gemaakt, 1 minuut in de magnetron gedaan. Dat masker in, het vochtig haar gedaan. En dan laat ik dit even afkoelen en dan ga ik gewoon met het masker slapen. En dan laat ik jullie morgen weten of het een goed maskertje is. Ik heb trouwens, oh ja, dat had ik vanmiddag al laten zien, die andere producten. Nu trouwens bij John Berends 1 plus 1 gratis. Zag ik helaas te laat voor mijn eerste bestelling. Afblijven, maar voor mijn tweede bestelling was ik er wel op tijd bij. Hey, niet doen! Ik ga nu even mijn kind van mijn bloemen aftrekken, want die loopt bloemetjes te plukken in de vaas. Prikken! Nee, niet prikken. Je moet in je kiwi prikken. Ga je kiwi eten, stouterd. Goedemorgen, het is vandaag woensdag, mamadag. Zo, ik heb echt een heftige nacht achter de rug. Ten eerste sliep Mees pas om 9:30 of zo. En uiteindelijk kwam hij om 8:30 en om 9:15 kwam hij weer uit bed. Wilde hij bij mij liggen. Nou, toen dacht ik, oké, is goed. Toen kreeg hij een bloedneus ineens in bed. Maar ja, ik was echt te moe om alles op te ruimen. Nou ja, om gelijk het bed te verschonen. Want ik heb het wel gewoon even zijn gezichtje afgedaan en zo. Dus dat ga ik zomaar even doen. Ik was dus ook met nat haar naar bed gegaan. Omdat ik dacht, nou, ik ga wel met hem gewoon mee naar bed. Dus mijn haar was vanmorgen echt ziek krokant. Het zag er niet uit. Dus ik heb het weer een beetje vochtig gemaakt. Ik heb er Olaplex een beetje olie in gedaan, nummer 7. En ik ben het gaan feunen met mijn feunborstel. Mocht je weten hoe ik mijn haar doe, ik zal even mijn haar tutorial en welke producten en shampoos en zo ik gebruik
zal ik even linken in de beschrijving. Maar dat masker, ja, ik weet niet. Ik kan er nog niks over zeggen, want ik ben met nat haar naar bed gegaan. En dat moet je gewoon niet doen. Dus, ik ben even een ontbijtje aan het maken. Meestal heb ik ontbijten crackers met kaas en gekookt ei. Meestal lekker aan het eten. En ik zal jullie zo ook even laten zien. Ja, misschien weten jullie het al, maar wat de beste manier is om bloed uit je beddengoed te halen. En besef, ik had gewoon all white. Gewoon wit onderlaken, witte... Maar ik heb een truc. Dat laat ik zo even zien. Oh ja, ik heb trouwens ook even rollers in mijn haar gedaan. Zodat ik dadelijk een beetje volume bovenop heb. Dus ja, het ziet er op zich wel netjes uit. Maar dit, wat is dit allemaal voor rare geluiden? Maar, oh, mijn tandarts. Maar, ja, dat. Oh my god, nieuwe aflevering Temptation Island, Dream Date. Ik denk sowieso dat Elke gaat wiepen. En de rest... Ik weet niet, maar ik ga even snel in bed ontbijten. Die kleine is beneden. Is binnen video. Ik zie jullie zo. Nou, dit is het uiteindelijke resultaat van mijn haar. Met die rollers. Niet dat het super veel uitmaakt, maar ik vind dan dat dit even net wat lekkerder valt. En als je 's ochtends tijd voor hebt, ja, why not. Ik ga nu met Mees naar Haarlem. Dan gaat die tas ophalen. Jongens, daar ben ik weer. Nou, ik heb hem opgehaald. Ik zal hem even lekker unboxen met jullie. Ik ben even bij een vriendin, dus als je denkt van wat is dit voor achtergrond. Nou, dit is hem. Een tasje erbij. Oh, ik vind deze kleur zo heerlijk. Ik heb de mini Marmont. This feels so good. Ja, het is wel echt een klein tasje. Ik hoop dat mijn telefoon in past. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar we gaan het zien. Ik ben er in ieder geval heel blij mee. Woe, heerlijk! Verwen jezelf! Goedemorgen. Dat is fout. Het is vandaag donderdag. Meestal gaat weer naar school. Ik kan er niet... Nee! Ik kan niet wachten, want hij is echt sinds gisteren al stront en stront vervelend. Vannacht heeft hij hem ook echt geen ogen dicht laten. Mees is druk! Mees is heel druk, ja. Mees taart! Goed, ik ben nu even in zijn kamer. Mees taart gillen nu! Ik eet watermeloen. Ik was zijn kamer gisteren een beetje. Hey. Eerst is het een beetje veranderd. Wauw! Ik heb hier een auto. Hier gezet. Wat is dat? Dat weet je wel. Een sport. Een sportauto. Juist, een sportauto. Je weet het wel. Dus ik heb zijn kamer nu een beetje zo gedaan. Ik ga heel even mijn meloen opeten. Dan ga ik hem naar school brengen. Dan ga ik gelijk boodschappen doen. Weet je ook? Mis ook. Ik ga rolkakjes doen. Nee, jij gaat naar school. Mama ook rolkakjes doen. Mm-hmm. Ah! Ik heb mama spelen. Nee, mama heeft geen zin om te spelen. Je hebt al heel de nacht met mij lopen spoken. En hij slaapt vanavond bij mijn moeder. Heerlijk. Ik heb vanmiddag een meeting. Ik doe eens niet. Een Skype-meeting. En eind van de middag ga ik lekker naar de pedicure. Maar ik spreek jullie straks. Ik ben echt bang. Ik zag rijden. Hé, vakantie. Wat wil je? Ik ga op de Afrika. Oh, je wil op vakantie naar Afrika. Ga dat. Ja, ik zou ook wel op vakantie willen, maar kan niet. Corona. Dit is mama. Yes. Hey guys, ik zou jullie nog het geheim geven voor het verwijderen van bloedvlekken uit witte lakens of überhaupt textiel. Het is gewoon shampoo. Shampoo en koud water goed in laten trekken, in de wasmachine mikken en dan gaan gewoon je vlekken eruit. Daar ben ik echt sinds kort pas achter, want ik heb al zoveel weggegooid. Want Mees heeft ja, misschien één keer in de twee maanden een bloedneusje.
Dus dat is mijn tip. En dan gewoon in de wasmachine gooien. Zien jullie? Het is eigenlijk nu al bijna weg. Doordat ik het gewoon even heb ingevreven met shampoo. En is echt top. Ik heb even mijn nieuwe beddengoedje erop geklapt. Kom wel wat netter, maar... Ja. Ja, ik was altijd bang omdat dit zo druk was. Dat ik dan hier niks drugs moest doen. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel meevallen, joh. Ik vind het wel gezellig. En ik had die klok had ik eerst hier hangen. En dan heb ik hier... Heb ik nog een soort van dingetjes opgehangen. Want ik wilde mijn kamer even iets anders. Dus nou, ik vind het wel gezellig zo. Ik ga nu alvast even rijst koken. Want ik ga vanavond nasi maken. En dan is het altijd beter als de rijst is afgekoeld. En mocht je een nasi willen maken, gebruik dan altijd basmati rijst. Want die plakt niet zo. Anders krijg je zo'n vies papje. En met basmati krijg je altijd gewoon een lekkere droge korrel. Nou, ik ga hem even klaarmaken voor de rest. Ik heb hier al vanmorgen, voordat ik Mees naar school ging brengen, heb ik al lekker de kipfilet voor door de nasi heb ik al in de marinade gezet. Nice! Ik ga ook alvast even de uien snijden. En even als tip. Ja, misschien denk je van nou, oh, oké, no shit Sherlock. Maar wat ik vaak doe als ik groenten ga snijden, is dat ik keukenpapier neerleg. Daar gooi ik al het afval. En dan hoef je alleen maar even zo dat keukenrol op te pakken en in de prullenbak te gooien. In plaats van dat je dat helemaal zo bij elkaar moet rapen. Ik vind dat altijd heel fijn werken. Zo, daar ben ik weer. Ik heb net even een Skype-meeting gehad met een opdrachtgever van ons samen met mijn werkgever. En ja, we hebben gewoon besproken, het evenement wordt naar volgend jaar verplaatst. Dus dat heb ik er even op zitten. Ik ga nu nasi maken. Nog even een paar vragen stellen voor de Rotterdam Drag Show. Een paar vragen opstellen. Ja, dat is natuurlijk ook niet doorgegaan. Dus, maar wat wel heel erg tof is. Ik ben er natuurlijk echt weken, maanden. Het hele team is daar zo lang mee bezig geweest. Maar we hebben toen de optie gedaan dat mensen die een ticket hadden gekocht voor de shows... Dat ze die konden doneren aan de crew. Dus wij hebben dat geld ook echt aan de dansers en aan de performers gegeven. En in dank daarvoor hebben wij een online Rotterdam Drag Show geproduceerd. Dus iedereen heeft een performance gedaan. De ene die heeft helemaal uitgepakt met greenscreen. De ander gewoon thuis vanuit de keuken. Maar we hebben dus volgende week zaterdag hebben wij een Zoom sessie. Waarin we dus live gaan. Met iedereen die hun ticketgeld gedoneerd heeft. Zodat ze toch nog online een show hebben. Echt super tof. Dus ik ben nu ook bezig met daar content voor creëren. En een Q&A gaan we erin doen. Dus daar ben ik nog wel lekker mee bezig op social media. Dus dat ga ik doen qua werk. Een nasietje maken. En dan ga ik einde van de middag even lekker mijn voeten laten doen bij de pedicure. Jongens, daar is hij dan. Heerlijk. Ik ga even een klein portie eten. Morgen, het is vandaag vrijdag. Oh jongens, ik ga zo hard lopen. Ik kreeg gisteren visite. En ik kreeg allemaal chocolaatjes. Deze. En ook nog gebakjes. Dus ik heb ontbeten met een stuk meloen, een kaasbroodje en chocolaatjes. Dus ik ga echt, ik ga heel even snel mail doen voor werk en dan ga ik hardlopen. Het weekend heb ik eigenlijk weinig plannen. Mijn vriendin, ja, ik heb maandag de laatste tv-opname. Mijn vriendin die komt mijn haar nog één keer blonderen. Mijn kapsje die komt pas einde van de maand, dus ik ga haar even afzeggen. Mijn vriendin die kan ook heel goed verven en zo knippen. Maar ze vindt het gewoon niet zo leuk om te doen. Dus vandaar dat ik gewoon naar een normale kapper ga. Want zij heeft er geen zin in. Maar alleen als de nood hoog is. Nou, lekker verhaal dit ook weer. Ik ga even snel mailtjes doen in bed. En dan ga ik kort lopen, jongens. Het moet echt. Ik word steeds dikker en dikker. Oh. Alright, guys. Ik heb me even klaargemaakt. Ik ben niet gaan hardlopen. Maar ik heb wel de booty workout van mijn vriendin gedaan. Die inhoudt 100 jumping jacks, 100 squats, 100 lunges, 100 naar achter trappen, zeg maar zo. Step-ups, nee, ik weet het niet. Kickbacks, 100
hip bridges en 100 buikspieroefeningen. Dus dat heb ik even gedaan. Ik ben nu helemaal kapot. Ik heb even een outfitje aan. Ja, het is niet zo heel warm buiten, maar ik vond dit wel zeg maar leuk bij elkaar staan. Zo met mijn nieuwe bagaatje en mijn loafers, mijn Gucci loafers. Dus ik ga mees halen bij mijn moeder. Ik ben al een paar minuutjes te laat. Mijn moeder is echt qua tijd heel stipt. Dus ik ga snel haasten, want anders krijg ik weer een bak ellende over me heen. Nee hoor. Ik heb meestal lekker opgehaald bij oma. Hey, niet aan mijn tas. Gaan we de vlog afsluiten? Nee. Ja. Zeg maar, bedankt voor het kijken. Kijken. Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Abonneren. Tot volgende week. Doeg. Doei. Hey, Miss Fatty, you are